We praten met Jolique Muller van Influentials, een start-up. Ja. Wat is Influentials? We zijn een online netwerk van meer dan 3500 influencers online, wereldwijd. En marketing managers kunnen de influencers zoeken die bij ze past. Daarnaast hebben we een marketplace waar marketing managers campagnes kunnen plaatsen. En geïnteresseerde influencers kunnen zich aanmelden. Vervolgens maakt het merk of de marketing manager een selectie en gaan ze van start met de campagne. En er bestaan al influencerbureaus en netwerken. Waarin zijn jullie dan precies anders? We maken het heel laagdrempelig, dus de marketing manager kan zelf aan de slag gaan in minuten. Daarnaast bieden we volledige transparantie. Influencers moeten connecten met hun social media kanalen. We halen al die data halen we binnen en die laten we ook in grafieken laten we zien. Dus de groei van de influencer, de interactie en dat is hele belangrijke data. En ik denk dat we daar ons wel echt in onderscheiden. En we kijken ook vanuit de influencer wat interessant is, dus welke campagnes en maak het voor hen zo makkelijk mogelijk. Wij zeggen altijd, influencers zijn net vogels, je hebt ze even, ze zijn weer weg. Dus daar moeten we ook echt nadenken van, hey, laat ze niet een hele pitch schrijven, maar laat ze op een knop drukken van, ik wil deze campagne doen, zodat ze hun interesse kunnen tonen. Ja. Dus ook via jullie online platform, als ik één product placement wil doen voor een paar honderd euro, dat kan ook? Ja, je betaalt in principe ons in abonnementsvorm en daarnaast bepaal jij wat de reward is voor de samenwerking. Dus of geld, of een gift, of een hotelovernachting. Ja. Leuk, jullie zijn een start-up, sinds wanneer? Sinds december 2015. En wie is we? Wat is het team? Ja, ik doe het samen met Michael van Lier, zijn we eigenaar. En we hebben nu een team van 8 man. En wat is je droom? Waar gaat het heen? Ik wil dat wij de tool zijn voor influencer marketing. En dat dat op internationaal niveau gebruikt wordt. En je hebt nu 3500 influencers, zei je. Qua klanten, waar gaat dat heen? Of je hebt al klanten? We hebben klanten van een HelloFresh, Innocent tot aan een BNN. Dus het is heel divers. We bieden influencers in 9 verschillende categorieën. Dus je ziet ook het heel breed scala is aan merken. En wat ik tof vind is dat er nu al A-brands zijn waarmee we samenwerken. Dus dat is wel mooi. En je hebt al een omzetprognose voor volgend jaar, zei je? Ja. Volgend jaar willen we 1 miljoen omzet gaan doen. 1 miljoen omzet op volgend jaar. Gaat dat lukken? Dat gaat zeker lukken, zeker. Ja. Leuk, succes. Yes.